Hallo lieve jongens en meiden, welkom bij weer een nieuwe instructievideo van Begrijpend Lezen. Vandaag gaan we weer een tekst maken in Junior Einstein. En we gaan eens kijken. Je logt weer in op Junior Einstein. Kun je de weektaak niet zien, klik je weer bovenin op het pijltje en dan kun je op weektaak klikken. Nou, als je dat hebt gedaan, dan zie je als het goed is de tekst voor je, een wereld zonder kleur. Zie je die nu niet voor je, kan het zijn dat je misschien op een andere dag staat. Dan klik je even op maandag, zodat je hem daar ziet. We gaan eens kijken. Een wereld zonder kleur. Een wereld zonder kleur. En dit is een bijzondere tekst. Want als we goed kijken naar de tekst, dan zien we het plaatje van een regenboog met wolkjes en een sterretje. Maar we zien ook 1, 2, 3, 4, 5 en 6 in de tekst. Er zitten namelijk gaten in deze tekst. Een soort gatentekst. En wij gaan de woorden die daar horen invullen. Dus we hebben bij wat past het best op plaats 1? Dagelijks, nooit, zelden of soms. Maar dat kunnen we niet zomaar invullen. Dan moeten we even de tekst gaan lezen. Dus we gaan eens kijken. Puntje, puntje, puntje. Kom je in onze wereld een heleboel verschillende kleuren tegen? We zijn hier eigenlijk heel erg aan gewend. Zou dat zijn dagelijks? Komen wij dagelijks heel veel kleuren tegen? Komen wij nooit heel veel kleuren tegen? Zelden? Zelden betekent eigenlijk af en toe. Komen we maar af en toe. Maar bijna nooit. Of komen wij soms kleuren tegen? Als ik naar buiten kijk, of hier in mijn kamer rond, zie ik eigenlijk dagelijks best wel veel kleuren. Dus ik denk dat het dagelijks is. Klikken we die aan. En dan zie je of je het goed hebt gedaan. Dan komt de volgende, wat past het best op plaats 2. Dan ga je verder lezen in de tekst. En dan ga je kijken, wat past daar het beste. Zo ga je deze tekst steeds maken. Heel veel succes en tot de volgende keer. Doei!